Welkom bij een nieuwe video van Kees aan de Kook. Het is maandag, 3 uur. Super tof dat jullie kijken. Zoals ik vorige week in het filmpje in Disneyland al had verteld heb. Een beetje een drukke tijd achter de rug. Vakantie, dat was de vakantie in Euro Disney. Maar we zijn ook echt waren bezig om niet nog steeds, maar toen waren we heel druk, maar nog steeds bezig iets super vets te plannen. Een super gaaf evenement. Nou, dat is vorige week volop in de pers geweest, zoals jullie misschien wel hebben kunnen zien. Ik ga namelijk een wereldpoging doen naar een individuele kookmarathon. Nou ja, jullie hebben in de pers wel eens kunnen lezen wat allemaal de bedoeling is. Maar dat gaat 14 februari van start op Valentijnsdag. En 5,5 dag later kom ik eruit. Dit alles gaan we uiteraard live streamen via dit YouTube kanaal. En ook nog via andere YouTube kanalen. Maar kijk het vooral op Kees aan de Kook. Op dit YouTube kanaal vanaf 14 februari. Exact de tijd van start, daar kom ik nog even op terug. Maar dan weten jullie het alvast. Wat gaan we maken vandaag? Nou, ik ben helemaal in de ratatouille. Dus ik heb in Disneyland ook het boek gekocht met recepten van chef Remy. Hè. En het leek me leuk om vandaag eens even een recept te maken uit het boek. Dus we gaan vandaag gevulde champignons maken à la Remy. En wat we er allemaal voor nodig hebben, dat ga ik jullie nu vertellen. Nou, uiteraard champignons, hè, witte champignons. 100 gram geitenkaas. 2 eetlepels crème fraîche. Klein beetje chilivlokken. Zout. En rozemarijn. Zo, nou dan gaan we zo meteen beginnen met maken. Hè. Wat gaan we doen? We gaan de geitenkaas. 2 lepels crème fraîche, zout en chilivlokken gaan we even goed mengen in een maatbeker met de staafmixer. Daarna gaan we de champignons schoonmaken. Dus we gaan in ieder geval dit gaan we eruit halen. Zo, zodat we ze goed kunnen vullen. Nou, en dan gaan we ze uiteraard vullen met het mengsel. Dan gaat er een takje rozemarijn op. En dan ben ik de oven aan het voorwarmen op 180 graden. En dan gaan ze ongeveer 15 minuutjes de oven in een mooi ovenbakje. En dan is de kaas mooi bruin en zijn de champignons mooi gaar. Zo, nou, de geitenkaas in de litermaat. Twee eetlepels crème fraîche erop. Een beetje zout. En een klein beetje chilivlokken. Voor de zoveelste keer, doe er heel voorzichtig mee, hè, want het is super pittig. Pakken we een staafmixer erbij. Zo, nou gewoon net zo lang totdat het goed gemengd is. Zo, nou dan gaan we de champignons zo meteen schoonmaken zoals ik al gezegd heb. Hè. Kijk, als je dit een beetje soorten met van wrikt, dan haal je hem er zo uit. En dan hebben we ruimte om de champignon te vullen. Ik heb bij alle binnenkantjes heb ik, van de champignons heb ik eruit gehaald. Hè. Dan is het nu nog een kwestie van de vulling erin.
Misschien hebben we een beetje te veel vulling. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Maar dat ligt natuurlijk ook aan de grootte van je champignons. En deze zijn wat klein, maar bewaar je vulling gewoon. Hè. En je kan dat makkelijk 3 dagen bewaren. En dan kan je ze nog een keer maken. Nou, het valt wel mee, zo te zien. Als ik overhoud. Nou, dit is wel een heel kleintje. Zo. Nou, nog 2. Nog eentje. Nou, dan is de vulling toch bijna op. Je kan natuurlijk ook altijd nog wat je, een klein beetje wat je over hebt bewaren voor 's avonds op het toastje. Dat is natuurlijk ook helemaal niet vies. Dus dan kan je altijd nog wel rest verwerken. Goed. Nou, dan mag er een takje rozemarijn op. Zo, en dan gaan ze een kwartiertje ongeveer op 180 graden in de oven. Het ligt natuurlijk aan je oven, maar als de kaas mooi goudbruin is, champignon is gaar, dan is het prima. Zo, dan zien we jullie over een kwartiertje weer terug. Zo, nou mijn gevulde champignonnetjes van Remy, die hebben kwartiertje, dus een kwartier en 20 minuten in de oven gezeten, dus ik ga ze eruit halen. Zo, kijk eens. Dan is dit het resultaat. Kun je het goed zien? Het ziet er toch super lekker uit, hè? Er is uiteraard een beetje vocht uit de champignons gekomen, dus eet dat er lekker bij. Er zit smaak in. Mooi goudbruin. Champignons zijn mooi gaar, mooi gaar. Dus dit waren de champignon farci au chèvre van chef Remy van Ratatouille. Zo, dat was het weer voor deze maandag. Ik hoop dat jullie een leuk filmpje vonden. Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. Het is geheel gratis. Super bedankt voor het kijken. Als ik meer recepten uit het boek van Ratatouille van chef Remy moet maken, laat dan even weten in de comments. Ik vind het super leuk om te doen. Ik wens jullie een hele fijne week. En we zien elkaar maandag, vrijdag weer, 3 uur sharp, bij een nieuwe video van Kees aan de Kook. Tot dan, dankjewel, doeg!